Hallo creatievelingen van Kawaii Wereld. Ik ben Chantal en vandaag ga ik een chibi Ariel tekenen. Veel van jullie hebben mij gevraagd om wat uitgebreider te tekenen. Dus vandaag ga ik deze chibi tekenen van deze Disney prinses. En ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dit is een beetje mijn stijl van tekenen. Gewoon op een hele andere manier, dus gewoon niet zoals ze normaal eruit ziet. Maar wel meer een manga anime stijl eigenlijk, of chibi stijl. Als allereerste ga ik beginnen door haar in te kleuren met een rood potlood, in ieder geval te tekenen. En dan ga ik van daaruit ook het haar schetsen. Nou, Ariel is een van mijn lievelings Disney prinsessen. Ik ga jullie zo ook laten zien hoe ik haar ga inkleuren met mijn markers. En waarom ik nou rood gebruik hieronder is omdat je daar makkelijker de stift overheen kan gebruiken. Om met een potlood weg te blijven zien. Rood kun je gewoon in principe eronder laten zitten. Nou, zoals ik de basislijn heb, kan ik zo tegen beginnen met een zwarte stift om het over te trekken. En dit is gewoon een marker. En laat me nou ook weten wat jullie graag nog meer van Disney prinsessen zouden willen zien in chibi vorm. En een van de, ja, eigenlijk Ariel en Belle zijn toch wel een van mijn lievelingsprinsessen. Nou, hier links kun je ook zien, dit is mijn, de testtekening die ik als eerste gemaakt heb hiervan. Dit is nou dat ik hem als tweede keer teken voor jullie. Het eindresultaat. Het lijkt me ook leuk als jullie dit na gaan tekenen. Zorg dat ik eerst alles ingekleurd heb, het oog ook zwart heb gemaakt. En dan zo teken ik het helemaal in. Dan blijf natuurlijk ook kijken tot het einde van de video waar ik leren leuke creatie laat zien. Nou, ik ga nu beginnen met haar in te kleuren. Ik heb nu eerst de schaduw getekend waar ik zo meteen de schaduw wil hebben van de kleur. En dan ga ik de haren inkleuren. Met de ene kleur rood. Ik zorg dat ik plekken overlaat voor zo meteen het licht erin te maken. Om dat verschil qua reflectie erin te hebben. Ik heb dit keer niet heel gedetailleerd gewerkt in de haren. Maar normaal zou ik het veel gedetailleerder kunnen maken. En dan gebruik ik gewoon de dikke kant van om hem helemaal in te vullen zo. En dan laat ik het namelijk eerst een keer drogen voordat ik een tweede laag doe. Ook met intekenen. Ik doe elke keer vakken nemen die niet te dicht op elkaar zitten. En elke keer doe je stukje voor stukje. En zo zorg je ervoor dat je een mooiere overloop krijgt. Kijk, nou ga ik er helemaal overheen met een iets lichtere kleur rood. En dan krijg je er iets van een kleurverschil in zitten, net of het lichter opvalt. Normaal zou je een wit verschil erin kunnen laten, maar ik heb het nog gekozen om het zo te doen. Ik ga natuurlijk ook stenen kleuren. Ik heb ervoor gekozen om geen lijnen om haar staartvinnen heen te zetten. Want die ga ik goed doen inkleuren. Dan begin je dan ook gewoon met een lichtere kleur. En dan denk ik van, oh, daar zou ik de reflectie wel willen zien, daar komt de schaduw vandaan. Dan ga ik maar een donkere kleur eroverheen, dus dan heb ik een lichte kleur eroverheen, dus dan krijg je dat het in elkaar overloopt. En dit zijn dus die alcoholmarkers die je bij de action op het moment hebt. Nou, het haar goed opgedroogd is, dus kan het de rest van de lijf gaan invullen, dat het niet door gaat lopen. Kijk maar een tweede laag eroverheen, dan zie je dat het de eerste keer gedaan is, dus dieper van kleur wordt. En dan krijg je dus een schaduw. Ik had ervoor gekozen om Ariel een vork in de hand te laten houden, zoals ze door de haren kampt met een vork. En ook door ogen kleur ik in verschillende lagen in. Ik heb volgens mij wel 5 kleuren blauw gebruikt, voordat ik tot ogen zo op kleur had. Natuurlijk paars op de schelpen. En dan kunnen we ze meteen haar staart gaan invullen. Ik gebruik donker, ik gebruik licht, ik gebruik verschillende kleuren groen waar ik een aantal keer overheen ga. Totdat ik een mooie overloop heb waar ik tevreden mee ben. En dan ga ik strepen trekken over haar staart en dan zo meteen ga ik er met een lichtere kleur overheen. Zodat je meer dat gestreepte effect erin krijgt. Ik heb ervoor gekozen niet om de reflectie te laten zien, maar wel om het gewoon zo in te tekenen. En dan zijn we al haast helemaal klaar.
Ik ga gewoon een aantal lagen eroverheen totdat ik tevreden ben. Dit is mijn eindresultaat geworden. Ik vind hem super leuk geworden en ik hoop jullie ook. Nou, ik ben nog van plan om meer chibis te gaan tekenen. Ik heb er nog... Natuurlijk zet ik mijn naam er ook onder. Vergeet me natuurlijk niet om nog afbeeldingen van jullie te sturen. Toen een beetje aan het opdrogen was, vond ik dat de reflectie nog niet helemaal goed was van de huidskleur. Dus in ieder geval de schaduw. Dus ik ga er gewoon nog een keer overheen. Dat is het fijne van alcoholmarkers. Dus daar kun je gewoon bij blijven opbouwen. Om een ander effect te krijgen. Kijk, en zo krijg je een meer wat schaduweffect. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. En dat jullie het leuk vonden om deze ook te zien hoe ik dit teken. Laat me weten welke Disney-prinsessen jullie nog weer willen laten zien. Zometeen krijg ik nog een creatie van een leuke kijker te zien. Dankjewel voor het insturen. Wil je nou ook met je foto in mijn video? Laat me het dan weten. Stuur hem even via de e-mail. Ik wens jullie een superleuke dag. En onthou jongens, ben altijd creatief.